Ik zit op dit moment George Orwell te lezen. En dat is eigenlijk buitengewoon actueel. En helaas ook behoorlijk interessant in deze tijden waarin overheden toch van alles willen regelen. En in mijn gevoel vaak te veel willen regelen. Om die coronacrisis de baas te kunnen en hun burgers in te temmen. Het is ook interessant vanwege allerlei andere details. Bijvoorbeeld Orwell beschrijft uitvoerig het ministerie van de waarheid. Groot wit gebouw waar drie leuzen op de gevel staan. De eerste leuze is oorlog is vrede. De tweede is slavernij is vrijheid. En de derde, en die vind ik in deze tijd ook heel interessant, is onwetendheid is kracht. Toen ik dat las, moest ik vooral denken aan Groot-Brittannië en aan Boris Johnson. Want dit is typisch de leuze waarin Johnson op het ogenblik deze tijden betreedt. Hij is ermee aan de macht gekomen. Zo rond 2016, de Brexit is ook daardoor tot stand gekomen. Ook heel erg dankzij zijn stevige Facebook-campagne die echt vol stond met onzin en hele halve waarheden. En vooral valse beloften. En Johnson gaat daarmee door. Een komisch voorbeeld was een paar weken geleden onwetendheid is kracht. Toen de Britten besloten om een quarantaine in te stellen voor iedereen die uit Europa het land zou betreden. Europa zou te gevaarlijk zijn nog voor de Britten. In werkelijkheid, want Johnson heeft er met zijn coronabeleid een behoorlijke puinhoop van gemaakt, stierven op dat moment meer Britten per dag aan corona dan in alle 27 Europese Unielanden samen. Kortom, als je al een barrière had willen oprichten, had dat toch echt omgekeerd moeten gemoeten. De Britten hadden uit Europa geweerd moeten worden. En niet op deze manier. In nog veel sterkere mate en met veel grotere consequenties gebeurt het ook bij de Brexit. De afgelopen dagen verliep, of nu op dit moment trouwens, ik vergis me, verloopt de termijn waarin de Britten nog kunnen en nog verlenging kunnen aanvragen. En dat is op zich nodig, omdat die onderhandelingen nog in de verste verte niet zijn voltooid. Het zijn hele gecompliceerde onderhandelingen. Maar Boris Johnson wil er niets van weten. Heel stoer, volgens alle wetmatigheden van Facebook en Twitter, vooral van Facebook. Vooral volgens ook alle emoties die daarbij horen, in tegenstelling tot de nuchtere werkelijkheid, roept Johnson dag na dag, die Brexit, dat fixen we wel. En dat gaat grote problemen geven. Angela Merkel zei vorige week ook in een groot interview met een reeks Europese kranten, met enige gelatenheid van, de Britten willen enkel op hun eigen condities dit proces doormaken. Wij laten ze los en ze zullen zelf de gevolgen daarvan zien. En eerlijk gezegd was Merkel de enige hoop voor de Britse onderhandelaars. Ze hadden gehoopt dat Duitsland nog een beetje zou meebuigen, maar daar blijkt geen sprake van te zijn. Dus na 31 januari zullen de Britten met een zware coronacrisis ook te maken krijgen met een flinke Brexit-crisis. En het grote probleem is natuurlijk voortdurend dat Boris Johnson als een echte Facebook-leider daar totaal niet tegen is opgewassen. Hij is echt op dit moment de slechtste leider die zo'n land in zo'n crisis kan hebben. Ook omdat hij voortdurend werkt, zoals hoort dat ook bij Facebook-leiders, met volgelingen, met lakeien. Dus zijn kabinet bevat absoluut niet de meest bekwame mensen, maar wel de meest volgzame. En dat gaat grote problemen geven. Er is één kleine hoop en kleine iets interessants gebeurt er. En dat is aan de andere kant van dit spectrum. Dat is in het ministerie van de waarheid zelf. Want al heel veel van deze problemen zijn ontstaan rond 2016. En na dat jaar zijn er bij Twitter en bij Facebook intern enorme discussies ontstaan. Van willen wij dat wel? Hebben wij niet een tovenaarsleerling uit de hoed getroffen? Een soort Frankenstein? Hebben we een politiek Frankenstein? Hebben we dat niet geschapen? En de gevolgen van die discussie zie je nu sinds een week of wat, bijvoorbeeld bij Twitter. Waar
zelfs de tweets van de president van de Verenigde Staten regelmatig worden voorzien van een label. Dit is niet waar, check dit na, kijk uit, et cetera, et cetera. Dat is echt heel nieuw en dat is eigenlijk een fundamentele verandering. Deze media nemen langzamerhand toch verantwoordelijkheid voor wat er allemaal wordt uitgebracht. En die verantwoordelijkheid wordt steeds sterker gevoeld. Bij Facebook is dat nog in mindere mate het geval. Mark Zuckerberg heeft er helemaal niet zoveel zin in, want zijn hele verdienmodel is gebaseerd op adrenaline, sensatie, waar of niet waar, het kan hem geen bal schelen. Maar zijn medewerkers, zijn personeel denkt daar anders over. En hij is daar behoorlijk gevoelig voor, omdat de Facebook-medewerkers, met name daar in Silicon Valley in Californië, bij San Francisco, dat zijn zeer hoog gekwalificeerde technici. Die kan hij niet zomaar ontslaan en vervangen. Hij heeft ze ook nodig. Dus daar zal vermoedelijk ook wel wat gaan gebeuren. Of dat allemaal op tijd zal zijn voor dit najaar, het is zeer de vraag. Het is heel goed mogelijk dat we, net als in 2016, in 2020, opnieuw een stevig najaar gaan krijgen. Zeker geldt dat voor de Britten. Dus ministerie van de waarheid of niet, fasten your seatbelts. Nog even een puntje van de orde. De zomer nadert, ik ben iets minder regelmatig op mijn post. Zo nu en dan zult u mij hier aantreffen, zo nu en dan ook niet. Ik pak deze regelmaat weer op, eind september. Ondertussen werken we hard aan de nieuwe 10 delen van deze tv-serie. U gaat ook op dat vlak wat beleven. Tot binnenkort.